Hi, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. In deze video ga ik met jullie mijn gelezen boeken bespreken van de maand juli. Ik heb in juli 4 boeken gelezen, maar er kwam ook dus altijd een boek bij waar ik heel slecht doorheen kom. Daar zal ik ook wat meer informatie over geven uiteraard. Maar ik ga sowieso vertellen een korte samenvatting van het boek, wat je van de boeken kunt verwachten en wat ik er zelf van vond. Dus mocht je benieuwd zijn naar mijn gelezen boeken van jullie, zou ik gewoon even zeggen, kijk gezellig mee met deze video. Het eerste boek wat ik heb gelezen is het boek Mijn Vrouw en is geschreven door Jodie Ellen Maupass. En dit was ook het boek waar ik een beetje slecht doorheen kwam. Ik heb deze boekenreeks al een keer eerder gelezen en dan waren het 3 losse boeken die niet zo heel veel, heel dik waren, die op zich wel in 1 boek gebundeld hadden kunnen worden. En toen werd het verhaal eigenlijk verteld door de vrouwelijke hoofdpersonage. En dit boek zie je dus door de ogen van het mannelijke hoofdpersonage, wat op zich soms best wel verhelderend kan zijn, omdat je dan ook een kijkje krijgt in de gedachtegang van het mannelijke hoofdpersonage. Ze hebben dit bijvoorbeeld ook gedaan bij het boek van 50 tinten grijs. Toen hebben ze op een gegeven moment ook een boek uitgebracht en dat wordt dan gezien door de ogen van Christian Grey. Maar goed, dit boek gaat over Jesse Ward en architecte Ava Oshia. Jesse is eigenlijk een rijke en mysterieuze zakenman en hij is voor heel veel vrouwen onweerstaanbaar. En hij heeft dus een erotische club en die heeft hij geërfd van zijn oom. Daar is hij zelf ook redelijk vaak te vinden en hij duikt ook graag in de drank, want hij wil heel graag zijn verleden dan vergeten en dat lukt hem eigenlijk alleen door te gaan drinken. Dan ontmoet hij dus de architecte Ava Oshia, die dus zijn nieuwe appartement helemaal heeft ingericht en hij vindt dit eigenlijk een hele intrigerende vrouw. En hij besluit dan ook dat hij heel graag wil dat zij ook zijn club komt inrichten, een aantal kamers. Ava is in eerste instantie niet zo heel happig hierop, want ze begrijpt niet zo goed waarom hij haar wil hebben voor deze klus. Maar zij denkt ook dat het om een gewoon hotel gaat. Eigenlijk wordt Ava een soort obsessie voor Jesse, want hij wil heel graag haar bij zich hebben. Alleen, hij wil zich ook niet blootgeven. Hij wil zijn demonen zeg maar achter de hand houden en hij is ook niet eerlijk over wat de club dus daadwerkelijk is. Eigenlijk stoot Ava hem steeds af, dan komt ze weer bij hem. Het is echt een beetje zo'n aantrekken-afstoten spelletje en dat begon me op een gegeven moment een beetje te irriteren. Ik begon me een beetje te irriteren aan het personage van Ava, omdat ik gewoon... omdat het nu door de ogen van de mannelijke hoofdpersonage werd verteld, vond ik haar gewoon heel vervelend worden. Uiteindelijk geeft ze ook wel toe dat ze hem ook wel heel leuk vindt. En hebben ze op zich wel wat leuke momenten, dat ze ook leuke dingen doen. Totdat zij eigenlijk achter zijn grote geheim komt. En hij zich moet verklaren en daar eindigt het boek ook eigenlijk een beetje mee. Ik heb het boek dus al wel, ik heb de hele reeks al een keer gelezen, maar het is echt jaren geleden. Net wat ik zeg, ik vond het op zich leuk dat het door het mannelijke hoofdpersonage werd verteld. Maar dat aantrekken, afstoten, dat begon mij zo te irriteren dat ik het boek niet per definitie zou aanraden. Omdat ik toch het boek door de ogen van het vrouwelijke hoofdpersonage anders heb ervaren dan het verhaal nu. Het volgende boek wat ik heb gelezen is het boek Een Nieuwe Start en is geschreven door Eva Nagelkerke. En dit boek komt uit De Nachttaxi deel 1. Dit boek gaat over Mila. Mila die is door haar ex ingeruild voor een personal trainer en ze staat er ineens dus helemaal alleen voor. Ze heeft wel een andere woning gevonden, wat ook eigenlijk niet perfect is, want ze heeft best wel veel problemen met haar bovenbuurvrouw die... in eerste instantie best wel een hele zure vrouw lijkt te zijn en eigenlijk continu commentaar heeft als er maar wat geluid van boven komt. Of van onder komt, sorry.
Die bovenbuurvrouw die probeert Mila ook steeds eigenlijk weg te krijgen door te zeggen, oh, daar staan nog wel huizen te huur. En, maar Mila die is niet van plan om te vertrekken. Ze moet dan ook een baan gaan vinden en in eerste instantie vindt ze dat in de huizen schoonmaken van de rijke vriendinnen van haar moeder. Maar het is nou niet bepaald haar droombaan en ik moet zeggen dat die vrouwen haar ook niet echt heel leuk behandelen. Ze wordt echt een beetje behandeld als de schoonmaakster. Haar vriendin Bette die heeft een eigen app ontwikkeld en die raadt haar dan aan om gebruik te gaan maken van die app om de positieve dingen in het leven daarin te beschrijven. Ze heeft ook een broer die reist heel vaak en die komt regelmatig van Schiphol met best wel dure cadeaus thuis. Zo krijgt ze de Wonderboy en dit is dus een peperduur koffiezetapparaat en daar gaan cupjes in, maar daar heeft ze dus geen geld voor. Ze vindt het best wel moeilijk om de eindjes aan elkaar te knopen. Dan valt haar oog eigenlijk op een vrij bijzondere vacature. En ze solliciteert ook eigenlijk in een opwelling voor de baan op de nachttaxi. Ze wordt eigenlijk aangenomen en dit gaat eigenlijk allemaal vrij goed. Alleen ze moet wel wat dingen weten te regelen met haar kinderen. Want ja, die zijn natuurlijk gewoon ook bij haar. Dan heeft ze een andere buurvrouw bereid gevonden om op de kinderen te letten. Alleen deze buurvrouw is al wel wat op leeftijd en ja, dat is niet altijd even handig. Op deze taxi komt ze best wel bijzondere passagiers tegen die komen en gaan. Dan komt er een lange, donkere en knappe man op de taxi en die gaat steeds met een zwarte sporttas naar een bedrijventerrein. En ze is toch eigenlijk wel heel erg nieuwsgierig waar die dan dus steeds heen gaat. Dit zijn dan ook gelijk de hoofdlijnen zeg maar uit het eerste boek. Omdat je ook een beetje met de grote vraag wordt eigenlijk achterblijft, vond ik ook gelijk dat het heel erg longte om door te lezen naar het volgende boek. Omdat ik toch wel heel nieuwsgierig was hoe dit uiteindelijk dus zou eindigen. Het volgende boek wat ik dan ook heb gelezen is het boek Eindelijk op weg, geschreven door Eva Nagelkerk. En dit is ook gelijk deel 2 van de nachttaxi. Mila die heeft het financieel weer wat meer op de rit, want ze verdient eigenlijk heel erg goed met haar nachttaxi. En ook de liefde lacht haar weer toe. Want die knappe man die steeds in de taxi stapt, brengt toch haar hart ernstig op hol. Zelfs buiten diensttijd. Ze heeft... Eigenlijk dacht ze eerst dat hij in een soort van drugswereld zat en weigerde ze die ritten op te pakken. Maar als ze dan wat problemen ondervindt met haar zoon en de lerares van haar zoon die eist eigenlijk dat Mila haar zoon laat testen op een afwijking, komt ze deze man tegen en hij blijkt dus degene te zijn die de testen afneemt bij haar zoon. En zo komt ze erachter wat hij dus eigenlijk precies nou doet op dat bedrijventerrein. Het is dus niet die slechte man waarvan ze dacht. Ze brengen dan ook samen eigenlijk een heel leuk weekend door in Brugge. En ze gaan ook naar een sfeervol foodfestival bij hen in de stad. Ja, en dat gaat eigenlijk allemaal heel leuk. Ze houdt ook nog steeds wel hele andere bijzondere passagiers. Ze ontmoet ineens een oude vriendin van vroeger. En ze pakken eigenlijk meteen de draad weer op. En dat hebben ze gelijk weer heel leuk. En ze heeft ook nog eens een brandweercommandante die van de ene rampzalige naar de andere rampzalige date gaat. En zo krijgt ze heel veel verhalen mee. Maar toch, als ze denkt dat alles weer mooi op de rit is... blijkt het toch weer in elkaar te storten. Ze heeft best wel veel problemen met haar ex en met zijn nieuwe vriendin, omdat die ineens een heel ander beeld voor zich zien van haar kinderen. Ze vinden dat zij alles niet goed doet en haar moeder die trekt nog heel erg de kant op van haar ex, waar ze ook best wel veel moeite mee heeft. Inmiddels hebben ze dat wel uitgesproken en biedt haar moeder dan ook aan om op de kinderen te passen als Mila moet werken. Dus dat komt uiteindelijk ook wel weer stukje bij beetje goed. Totdat haar ex voor de deur staat en dan toch haar nieuwe vriend zich gaat bemoeien met de situatie.
Dit is echter iets wat Mila totaal niet wil, want het had ze ook aangegeven dat ze niet wilde dat hij ertussen zou komen. Maar hij doet dit dan toch en eigenlijk bedoelt hij het wel heel goed om het voor Mila op te nemen, maar dit valt bij Mila eigenlijk niet in goede aarde. Ze neemt dan ook best wel een rigoureus besluit en zo stort haar wereld best wel weer in elkaar in. Tegelijkertijd is haar band met de bovenbuurvrouw ineens een stuk meer verbeterd. En omdat haar moeder best wel veel reist, heeft ze het dan uiteindelijk weer voor elkaar gekregen dat de bovenbuurvrouw op haar kinderen past. Echter mist ze wel de liefde van deze nieuwe man die ineens zo abrupt geëindigd is en komt ze hem ineens weer overal tegen en daar heeft ze het best wel moeilijk mee. Dit zijn eigenlijk een beetje de grote lijnen uit het tweede boek. Ik ben zelf heel erg benieuwd naar het derde boek. Die heb ik nog niet gelezen. Maar het is wel een hele fijne reeks die je heel lekker en makkelijk wegleest. En dat vond ik heel fijn. Het laatste boek wat ik heb gelezen is het boek Rosie's Reizende Theewinkel. En is geschreven door Rebecca Reizin. Dit boek gaat over Rosie. Rosie heeft een chique baan als sous-chef bij een restaurant met een Michelinster. En ze heeft ook een liefhebbende echtgenoot en kinderen op de planning staan. Rosie heeft haar leven dus helemaal uitgestippeld en alles wordt op puntje na gepland. Als ze dan op een dag thuiskomt, ziet ze een ingepakte tas staan en deelt haar man mee dat hij wil scheiden en hij er eigenlijk al tijden een affaire op nahoudt. Rosie's wereld stort in, want het is ook nog eens de dag van haar verjaardag, die haar man overigens wel altijd vergat. Maar ze had nog een taartje meegenomen naar huis om het toch nog een soort van samen te kunnen vieren. Nou, dit pakt dus echt helemaal anders uit. Rosie verdrinkt dan haar gebroken hart met een glas wijn. Maar dit blijft natuurlijk niet bij één glas. En ze weet dan de volgende ochtend ook eigenlijk niet meer wat ze die nacht allemaal heeft gedaan, totdat ze ontdekt dat ze een felrosse camper heeft gekocht. Ze schrikt hier in eerste instantie van, want ze weet helemaal niet wat ze hiermee moet. Maar als zij verder over nadenkt, ziet ze toch dat dit ook wel kansen biedt om erop uit te trekken. Ze zegt dan ook haar baan op en omdat ze ook uit het huis moet waar ze woont, omdat haar ex daar wil gaan wonen, besluit ze te gaan rondtrekken met haar camper. Ze twijfelt nog wel steeds, want ze vindt het heel lastig om weg te gaan en ze gaat uiteindelijk gewoon rijden en ze komt dan bij een hele leuke groep mensen terecht die dus eigenlijk rondtrekken en dus voedsel verkopen op festivals. Ze heeft eigenlijk gelijk een klik met een hele leuke meid die daar ook staat. Ja, die heeft iets met boeken en Rosie wil dus heel graag thee gaan serveren in haar camper. Ze heeft wel al in tussentijd heel veel informatie opgezocht op een forum en daar heeft ze ook iemand leren kennen die haar veel informatie geeft en waar ze eigenlijk heel fijn gesprekken mee kan hebben. Ze besluit dan ook samen te werken met het meisje van de boekenkraam en zo bedenkt ze dus theesoorten en bakt ze ook taarten die dus weer passen bij het thema van de boeken, zodat ze eigenlijk een soort van samen zijn. Er staat ook nog een andere man op deze festivals en in eerste instantie heeft Rosie er niet zo heel veel mee op. Maar uiteindelijk, als ze hem beter leert kennen, wordt deze man toch wel heel erg aardig en vindt ze hem ook wel leuk. Toch is ze ook van plan om de man van het forum te gaan ontmoeten. En ze krijgt op een gegeven moment een waarschuwing van een van de mensen die daar staat, die een beetje in de toekomst kan kijken of zo, of dingen kan voorspellen. En die waarschuwt haar dan dat een van de mensen die ze heeft ontmoet niet is wie zij is, wie die is. Zij denkt gelijk dat dit gaat om de man bij het festival en ze houdt de boot ook een beetje af. Alleen dan komt ook nog eens die mysterieuze man van het forum komt niet opdagen en begint Rosie toch wel heel erg te twijfelen aan alles. Inmiddels is ze wel een beetje gewend aan het leven en kan ze er dan wel van genieten. Al merkt ze ook wel dat ze veel problemen krijgt waar ze eigenlijk niet op voorbereid is met de camper. Of Rosie uiteindelijk de liefde weer vindt en wie nou die persoon is die niet is wie die zegt dat hij is, dat laat ik in het midden.
Ik heb wel genoten van het boek. Ik moest er wel heel erg aan wennen. Want ik ben zelf niet thuis in deze wereld. Ik ben zelf geen festivalbezoeker. Dus ik weet ook helemaal niet hoe het op festivals gaat. Maar uiteindelijk vond ik het wel een mooi boek. En heb ik er dus toch wel van genoten. Dan waren dit mijn gelezen boeken van jullie. Zoals ik al zei, het waren er niet heel veel. Maar desondanks heb ik van de meeste van de boeken toch wel weer genoten. En merk ik toch nog steeds dat lezen een grote passie van mij is. Ik ben eigenlijk benieuwd of jij al eens een van deze boeken hebt gelezen. Of dat je naar aanleiding van deze video misschien nieuwsgierig bent geworden naar het lezen van een van deze boeken. Laat het dan zeker even weten in de comments. Ik hoop in ieder geval dat je het leuk vond om naar deze video te kijken. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je je gratis abonneren door op het rondje met mijn gezicht te drukken. Of op mijn kanaal zelf staat een rode button. Daarnaast staat een belletje en als je die aanklikt krijg je een melding zodra er een nieuwe video online verschijnt. En hoef je niks meer te missen. Vond je deze video leuk? Doe dan zeker even je duimpje omhoog. Voor nu wil ik je bedanken voor het kijken en hoop ik je bij een volgende video te mogen zien. Doei!